Vandaag heb ik 1 Minecraft blokkie en 200 kijkers. We zullen ze allemaal sturen naar dat ene simpele blokkie. Vanaf daar moeten ze een hele wereld bouwen. En wij zullen het telkens moeilijker voor ze maken. Denk jij dat ze er klaar voor zijn, Robin? Ik denk het wel. Ik denk het ook. Ik denk dat ze vandaag wel weer goed voorbereid zijn. Dat denk ik ook. Aan jou de eer om iedereen erheen te sturen. Aan jou de eer. Ik ben zo benieuwd. Ja. 3, 2, 1. Oh! Robin, het is te krap voor ze. Dit zijn 200 mensen op 1 blokje. Oh, mijn. Oh, dit zijn te veel. Ik denk dat ze geen idee hebben wat er gaande is. Ik leg hem ook helemaal. Geef ze maar de blokken die ze nodig hebben. Blauwe wol, groene wol, roze wol en gele wol. Robin, haal de barrière maar weg. En dan beginnen we in 3, 2, 1... Hoppakee! Go! Oh, ik ben zo benieuwd wat voor wereld ze gaan maken. Ja, oh, ja, de eerste blok is geplaatst. Ja, ja, de eerste route. Ik ben zo benieuwd wat voor wereld er gemaakt gaat worden. Ja, mensen die nu doodgaan, die respawnen gewoon lekker hier. Die hebben gewoon een veilige extra kans. Oh, mensen gaan omhoog. Oh, mensen willen misschien terug naar boven. Willen ze dan veilig blijven? Wow, ja, dit gaat snel. Hé, dit moeten we even duidelijk maken. Je mag niet terug naar de plek waar ze net boven stonden. Het wordt echt een kleurenbende dit, joh. Het zegt alsof er een eenhoorn geniest heeft. Kijk, die Justin. Oh, dag Justin. We houden het nu gewoon lekker passief. Mensen mogen een beetje bouwen. Ik ben gewoon vooral benieuwd wat voor wereldjes ze maken. Waar ga jij heen, jongeman? Giftige. Wat ben je allemaal aan het doen? Waar wil jij helemaal heen gaan? Er is daar niks. Je gaat weg van de... Weet je wat? Dan hier. Nee! Hij is dood. Ze kunnen nog niks. Hé, hier is de Teletubby Squad. We hebben Tinky Winky, we hebben je Dipsy, Lala en Po. Oh, mijn god. En een horrorversie van mijn skin. Oh, mijn god. Wat ziet dit eruit? Nee. Zitten de mensen ingesloten in het midden? Oh, nee, niet. Oh, mijn god. Oeh. Wat een vredig plekje dit. Ja, nu hebben jullie zelf ingesloten, hè? Want je kan er niet uit. Je kan niet hakken, hè? Dag. Robin? Ja? Ik denk dat het tijd is om een veilige respawn uit te zetten en dat de mensen nu officieel af kunnen. Oeh. Ik zal het wel even delen. Nou, dit zal wel duidelijk moeten zijn, toch? Als je nu valt, ben je af. Dat denk ik wel. Ja, dat dacht ik ook. Wat zijn... Mensen die weten dat er meer aan gaat komen. Mensen weten dat we op een gegeven moment PvP en zo aan gaan zetten. Ik denk dat ze dat wel doorhebben. Dus die hebben een veilig soort bunkertje hier gebouwd. Ja, en dat doen ze slim. Deze ook hier? Ja, mensen zijn wel echt slim bezig. Oh man, wat is dit? Ouwe. Oh, Redman. Nee, daar is hij. Dit is onze eerste gevallen man. Nee, hoe kan je dat doen? Laten we ze een nieuw soort blok geven. Dan ben ik benieuwd hoe snel ze daar doorheen zijn. Geef ze maar rode wol, Robin. Dat gaat leuk worden. Dan ben ik benieuwd hoe snel... Wat vind jij? Hoeveel? Hoeveel? Doe maar 20 en geef ze ook maar allemaal 1 kopweb. Misschien kunnen ze elkaar een beetje trollen met 1 kopweb. Oeh, nou, daar komt dan eerst de rode wol. Kijk hoe snel het gaat. Nou, kijk hoe snel er overal rode wol bij komt. Oh, ja, in het midden komt al veel. Ja, mensen die dood zijn kunnen bouwen, Robin. Ze kunnen terug op deze manier. Nee! Nee, daar hebben we niet over nagedacht. Shit! Hier hebben we niet over nagedacht. Wow, het zijn net allemaal bloedplekken gewoon. Iedereen gebruikt gelijk zijn rode wol, joh. Wat een bouwwerk is dit. Oh, hier binnen, het is echt alsof ik een cave in kom. Gewoon een grot. Ja, jullie hebben jezelf opgesloten, hè, jongens. Hallo. Ze hebben zichzelf helemaal opgesloten hier. Ja, nu zit jij ook vast, Stijn. Tot ziens. Jij daar. Ja, jij. Ik hengel jou binnen. Je moet abonneren. Heel gauw. Nou, 1 kopweb. Wat gaan ze ermee doen? Ik ben oprecht benieuwd wat ze met 1 enkele kopweb gaan doen. Het is echt... Gaan ze slim zijn? Gaan ze mensen trollen? Hier is een fort. Ze zijn een fort aan het bouwen. Ja, hier ook. Echt met een torentje ook, echt gewoon. En deze kan... Oh! Wat lijkt. Ze maken overal forten aan de zijkant. Ja, echt heel slim. Hier is weer een octo. Deze werken ook echt samen, want hier bouwen ze gewoon... Nee! Knuppel 63! Wederom net zoals mijn allereerste Anvil video. Even in de reacties voor Knuppel 63. Weet je wat? Laten we breken aanzetten. Breken aan? Nu gaan we mensen echt tegen elkaar laten keren. Ze gaan elkaars blokken breken. Oké, nu ben ik oprecht benieuwd of mensen onder elkaar blokken gaan breken. Wat gaat er gebeuren? Gaan we een beschaving krijgen die of om elkaar geeft? Of gaan we een beschaving krijgen die niet om elkaar geeft? Ik zie nog niet veel gevaar. Robin? Ja? Ik heb hier een flintenstiel. Wat nou als ik een heel... Nee, daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Een heel klein beetje. Dit doe, eetje. Nee. Jongens, er is brand! Er is brand! Jongens, er is brand! Oh! Oh nee! Oh nee! Oh, maar nu gaat het heel hard. Nu gaat het heel hard. Oh! Blussen! /C! Oh, daar zit hier iemand in! Blussen! Blussen, jongens!
Ja, met maar zet het uit! Oh, ja, zet het handen. Uit allemaal! De brandweer! Bel de brandweer! Lijkt een tomaat! Hier hebben lijkt een tomaat die blust het. Je kan het. Hij is ook echt rood! Ja, het is de brandweer. Kom op, lijkt een tomaat! We geven ze vanaf nu ook een heel bijzonder item, waardoor het echt... Daardoor kan de chaos echt beginnen. Als ze dit goed gebruiken, een schaar... Weet je hoe snel het gaat om met een schaar wol te hakken? Kijk, er gaan gelijk al mensen dood, hè? Ik wil gewoon even chaos zien. Ja, wie gaat er winnen? Wie gaat er winnen? Gaan mensen tegen elkaar keren? Ja, ja, het gebeurt! Het gebeurt! Oh, pas op! Wolf, ja, pas op! Je springt bijna in de dinges, in de void! Nee, pas nou op! Oh, je bent gered door Octo. Octo heeft je gered. Ik ga vanaf het midden, ga ik een vuurtje starten. Dan hebben ze het misschien niet door. Kijk, hier. Niks te zien hoor. Nee, niks te zien. Let hier maar niet op. Nee, er is geen vuur hier gaande. Er is niks gaande. Oh, Octo wordt bijna gepakt. Pas op, Octo! Octo! Nee! Octo, je was zo goed voor iedereen en dan word je verraden. Tijdens de brand. Tijdens een grote brand is Octo verraden. Oh mijn god, Robin. Alles verspreid. Nee. Nee, dat ja, is dat erg. Heb jij gedaan. Nee. Gast, ik heb echt drie dingetjes geplaatst. Ja, alles verbrand. Alles is in MLA. Oh, mensen die nu een fort gebouwd hebben, die zijn slim. Die zijn echt heel slim. Gast, het hele kunstwerk staat in de fik. Niks is meer over zometeen. Het zou zonde zijn als er van onder iets in de fik zou gaan. Oh, nee. Het zou zonde zijn als daardoor dingen af zouden branden. Ze zijn wel scherp, hoor. Ja, ze hebben het door. Kijk, ze gelijk wegrennen, hè, naar een andere plek. Gelijk wegrennen. Ja, ze gaan. Ja, ze hebben door dat dit fort gesaboteerd is. Hoe is het met het midden? Hoe is het met het midden hier? Oh... My days. Wat bizar dit. Wat een kunstwerk. Vanuit één blokje is dit ontstaan, hè. Wat is... Dit is slim. Kijk, deze twee guys. Wat zijn jullie goed bezig? Zullen we deze... Ik heb... Nee, Robin, kijk. Kom. Gaan we deze superieur maken? We gaan deze superieur maken. Ik heb een idee. Oeh. Hier, kijk. Oké. Die kun je niet oppakken. We geven ze allebei een houten zwaardje, oké? Oké, prima. Hier. Krijg een chainmail helmet. Doe die maar op. Ja, goed zo. Succes. Ik reken op je. Je kan het. Je kan het, GamingNL. Kijk wat voor chaos die gaat creëren. Want vanaf nu zetten wij PvP aan. Oh. Ja, ja. En hij heeft een voordeel. Hij is onze superieure gast. GamingNL. Ik ben benieuwd of hij kills gaat maken. PvP vanaf nu aan. Oh, en nu ben ik toch benieuwd. Oh, hier. Meteen is er eentje afgeslagen door Rick. Waar? Oh, nee, dat meen je. Is er een gevecht gaande? Jazeker. Oh. Hier oh, wie vechten er tegen elkaar? De Teletubbies tegen de Content Veners. Het is zover. Oh, mensen zijn gelijk aan het vechten. Ja. Oh mijn god, wat een gevecht. Oh, kijk hoe slim deze is. Die hebben gewoon een kopweb. Kijk, zie je, een kopweb is slim. Ik vind dat ze wel weer wat extra blokjes mogen. Ja, dat vind ik ook wel goed, hè. Geef ze maar allemaal... Een beetje van blauw. Een beetje van blauw. En een beetje van magie. Hij gaat op avontuur. Maar hoe wilt hij hier naar beneden gaan? Hoe wil je dit doen? Weet je wat, ik heb een idee. Ik ga hem helpen. Max, ik heb een superieur gevonden. Wie heb jij gevonden? Ik heb... Ga maar GamingNL. Tandenstoker, oké. Ik volg GamingNL, mijn kampioen. Hij heeft een zwaard. Oh, wat gaat hij doen? Gaat hij... Oh, mijn god, zijn eerste... Oh, zijn eerste is gevonden. Zijn eerste slachtoffer. Pak hem! Pak hem nou! Ja! Pak hem! Pak hopeloos nou. Oh! Nee! Doe het! Mijn kampioen! Wat is hij gemeen? Oh! Dit zal hem niet vergeven worden. Kom op, kampioen. Oh, daar gaat hij. Hij is in een gevecht. Ja hoor, de eerste kill is gemaakt. Hij is naar de duistere kant. Hij heeft het helemaal te pakken. Hij heeft de smaak te pakken. Waar ben jij, Robin? Ik ben bij mijn kampioen. Ik heb hem een zwaardje gegeven. Jij hebt ook jouw kampioen een zwaardje gegeven. Wie is het? Ja, Tandenstoker. Waar is Tandenstoker? Ja, hier, bij dit wol. Wie is het? Waar staat die Tandenstoker? Kijk hoe gespierd hij is. Ja, oh wow, dat zie ik nu pas. Oh my days. Mensen die een fort hebben, even het wat moeilijker maken. Oké. Hier, zo. Ik bouw het ding eens voor hun en dan... Oeh, jongens, nu moeten jullie rennen. Nu moeten jullie rennen. Rennen voor jullie leven. Ik heb het pad gemaakt. Je kan wel gaan blussen. Maar jullie moeten rennen. Ja, blussen gaat niet werken. Ik steek het helemaal van onder in de fik zelfs. Ik stuur ze gewoon uit hun fort. Ik forceer ze gewoon weg. Hier, het pad eraan, dat brand ik ook af. Kunnen jullie wel een leuk nieuw fort maken? Maar jullie moeten naar het midden, jongens. Ik forceer ze naar het midden toe. Nee, Monkey. Weet je wat? Je bent mijn tandenstoker. Je bent mijn kampioen aan het... Nee, Monkey. Niet. Goed zo, je krijgt nog een kans. Wat vredig hier bij jou. Weet je wat? Ja, jij mag ook wel iemand zijn. Hier. Dit is onze muziekguy. Ik geef hem 8 noteblocks. Muziekguy? Ja, hij gaat de muziek regelen voor ons. Ze hebben zichzelf helemaal afgesloten. Wat slim. Wat ontzettend slim dit. Wat we dan gaan doen. Ja, jongens, jullie moeten ook naar het binnen. 1, 2, alles in de fik. Jullie moeten rennen. Heel hard rennen. Rennen.
springen uit je fort. Oh ja, ze zijn weg. Kijk. Nee! Kijk. Ze zijn verraden! Oh. Deze gast wordt verraden! Toet, vlodder! Toet. Dit is... We komen eraan! Ja! Yeah. Oh, hij komt er ook aan! Nice! Ja, kom maar, Donald! Hier. En nu, Donald, rennen. Oh, hij wordt verraden! Oh ja! Nee! Nee! Oh, onze muziek, hey, Donald! Muziek! Hoe kon je? Jongens, wat gaan we hier tegen doen, Robin? Ja, weet je wat? Hier. Ja. Oh. Het maar gouden wapen. Donald. Dat is pas superieur. Donald, het is aan jou. Het is aan jou, Donald. Robin, ik bouw een platform van prachtige, hele mooie bedrock. Zet PvP maar heel eventjes uit. Oké, zal ik doen. Ik ben benieuwd. En dan moet iedereen nu hierheen komen. Iedereen. Zo snel mogelijk, Zo snel mogelijk, ja. Laat ze maar hierheen komen. 20 seconden. Ze hebben 20 seconden de tijd. Anders af. Ja. En nu wordt het moeilijk. Ik ga ze wel helpen. Kijk. Snel. Rennen. Oh, jij was net op tijd. 3, 2, 1. 1. Nee, Roemer is een kip. Oh, boom. Oh, is het... Nu is het klaar, hè? Oké, deze hebben nog geluk. Prima. Oh, ze hebben geluk. Iedereen die nu... Die niet opstaat, is af. We gaan even een rondje doen, oké? Okay? Zorg jij even dat de barrière omheen zit. Oh, nee. Oh, ja, oké, okay, daar. Daar. Zijn er nog meer mensen verder, of is iedereen eerlijk naar het midden? Ik heb niemand meer gevonden. Ik heb ook niemand meer gevonden. Ik denk dat het dan eerlijk is en dat iedereen in het midden is. Er zijn er echt nog weinig over, hè? Ja. Laten we iedereen nu hier een houten zwaartje geven. Nee, een stenen zwaartje. Oké, ze hebben allemaal een stenen zwaartje. Geef ze ook maar een diamond helmpje. Dat vind ik wel leuk. Top. Nou, kijk, daar gaan alle helpjes. Ze gaan op. Al die blauwe hoofdjes ineens. Oh my days. Hebben ze niet ook wat blokken nodig dan? Ja, geef ze allemaal maar weer... Nee, we geven ze nu de endgame blokken. Geef ze maar paarse blokken of 20 stuks. Oeh, oké, moment. Geef ze maar oranje blokken. Ook een stuk 25. Voor nu is het even prima. En ik heb een leuk idee wat we ze zo meteen kunnen geven, Robin. Haal de barrières maar weg en geef ze weer een kans. Nou, dan gaan jullie, jongens. Succes ermee. Moeten ze gaan bouwen? Ja, bouw maar. Laat ze maar bouwen. Daar gaat ze weer. Slopen staat nog heel even uit, dus geef ze even een kans om weer weg te komen. Kijk, dit is slim. Omhoog bouwen. Dat is echt heel slim. Oh, er is vuur. Dit is van onze gast. Waar is hij? Waar is Donald? Hier. Oh, jij Donald. Jij smerige eend dat je bent. Alles een beetje afbranden. Hij heeft hem dus echt goed geplaatst gewoon. Ja, slim van hem. Heel slim. Ik heb een leuk idee, Robin. Iedereen krijgt een boog met 20 pijlen. Oh, en PvP gaat weer aan. Ja. Oh, er is een fight gaande. Snoepwinkel. Oh, jongens. Nee! Oh, en hij heeft de loot opgepakt. Wat slim. Nu is hij nog sterker. Hij is nog sterker. Hij heeft meer blokken, meer pijlen. Oh mijn god, Donald. Hij zit het hier in de fik. Wat slim, Donald. Je hebt het niet goed genoeg gedaan. Meer. Dit gaat toch niet doorbranden, joh, Donald. Kijk nou wat hij heeft gedaan. Hij denkt, dit gaat het vast wel regelen, ja. Wil jij nou ook dit soort leuke events hosten of gewoon met vrienden Minecraft-server starten? Ga dan zeker even naar Kaas Hosting. Linkje staat in de beschrijving. Einde reclamespotje. Hey, maar ik vind eigenlijk dat we iemand een tweede kans moeten geven. Zullen we iemand een tweede... Prima, we gaan iemand een tweede kans geven. Degene die het zieligst kan kijken, die krijgt een tweede kans. Oh, kijk ze nou allemaal zielig kijken. Ja. Ik vind deze superkey af. Ik wel heel zielig. Die loopt. Alsof je zeg maar... Hier, deze. Superkey af. Gadverdamme, die Rick Force. Kijk hem nou. Kijk hem zielig kijken. Hij kijkt gewoon naar beneden. Hij was leuk deel ergens van. Nee, vind ik niet zielig. Nee, maar kijk hem nou lopen. Met zijn blokken hier, San. Hij wil zo graag bouwen. Oh, nee. Nu is hij niet meer zielig. Hij loopt al weg. Oh, kijk Monkey. Hier, hij wil afgezonderd van de rest zitten. Nee, ik heb twee zielige mensen gevonden, Robin. Superkeyan en Monkey. Jongens, jullie twee krijgen een tweede kans. Jullie twee zijn mijn kampioenen. Monkey, hier heb je zwaarte, hier heb je een helmpje. Succes, jongens. Jullie kunnen het met z'n tweeën. Blijf bij elkaar. Zorg goed voor elkaar. En dan geloof ik in jullie. We gaan nu het ergste doen van allemaal. Robin, geef ze allemaal maar een flintenstiel. Oké. Allemaal. Allemaal krijgen ze een aanstekertje. Nu gaat... Hier, ik help ze wel even. Nu gaat de heisa beginnen. De heisa gaat nu echt beginnen. Ik ben zo benieuwd. Oh, Super Kian is alweer dood. Dat meen je. Super Kian. En je was zo zielig. Weet je wat? We gaan het nog moeilijker maken. / world border. 50 zet ik nu even. Oh, nee. Oh, Max. De world border is gezet. Deze keer goed. Net ging het eventjes fout. Mensen kunnen nu alleen maar in dit gebied blijven. Ik denk dat dit oprecht heel veel toe gaat voegen. Dat denk ik ook. Ik denk dat dit serieus heel veel toe gaat voegen. Robin, ze mogen verder. Begin!
Hoppakee, en wol jongens, ga jullie gang. Jullie mogen weer. PvP gaat ook elk moment weer aan. Kijk, ze krijgen ook weer een nieuwe wol. Maar de worldborders, ze kunnen gewoon niet verder. Nu moet, het wordt telkens een kleiner stronthoopje gewoon. En geef ze allemaal ook gelijk maar de flint en steel. Want die waren ze ook weer even kwijt. En de bow en arrow. Ze mogen gewoon alles weer terug hebben. Oké, okay, zet PvP maar aan in 3, 2, 1. Oké, het staat al aan. Oh, wat sorry, is team? Dit is een team. Monkey, jij bent echt gemeen, hè? Dan ben je teruggebracht. Monkey, pas op. Pas op, jongeman. Jullie hebben ook allemaal flint en steel. Als ze nou slim zijn, ze... Oh, god. Er zijn gebeurd van alles. Er is eentje dood. Er gebeurt hier echt van alles beneden. Nee, nu al. Gevechten en brand en oorlog en verdriet en... Oh, hier ook dit. Oh, wat slim. Hopeloos, dan ben je slim. Oeh, er wordt er geschoten en... Wow, oh. Oh, sla dan. Je kon hem eraf slaan. Je had het perfecte moment. Team van 4 Teletubbies. Ja, dat nog steeds? Ja. Wat zijn ze slim, ouwe. Je moet... Dit is te... Ze zijn te goed. Ja, dit is te goed, hè. Oh, ik ga naar mijn... Kijk, wacht. Oh, mijn champion is dood. Hier, hé. Teletubbies, daar gaan we. Rennen, gele Teletubby. Pas op. Oeh. Oh, ze worden aangevallen. Het is de Teletubby tegen de Joker. Dit is de nieuwe Batman film. Ja. Wat vind jij ervan als we de border gaan verkleinen? Oeh, doe maar wel waarschuwen. Border wordt met 10 blokken verkleind. Kom eens helemaal naar boven. Wat? Maar net onder het platform van de doden. Ja, maar welke kant? Ja, gewoon hier makkers van plakkers. Ja? Kijk, ze hier staan. Dit is slim, ouwe. Het zou zonde zijn als er per ongeluk lava werd neergezet. Of zo. Ja, inderdaad. Dat zou echt... Oh, als er nog een keer lava of zo. Ik weet het niet. Dat zou oprecht gewoon... Ja, maar dat zou ook gewoon jammer zijn. Dit zou jammer zijn van... Oh, hij is verraden! Hij is verraden! Rek jezelf! Rennen en rollen! Springen en rollen! Ik heb alles in de fik gezet. Oh, maar deze... Oh, maar dan moeten ze ontsnappen. Nu moeten ze proberen te... Oh, ze hebben geen fall damage, maar dat maakt niet uit. Oh ja, dit is slim. Gewoon afbranden en wegrennen. Oh, maar hij wordt ook beschoten. Van waar? Wow, hij wordt helemaal vanaf het schip beschoten. Oh mijn god, wie gaat er verliezen en wie gaat er winnen? Doe iets, sleepwagen! Hij is weggekomen! Ik help je, wacht! Sleepwagen, kom! Oh, hij heeft gewonnen! Hoe heeft hij dit nog gewonnen? Oké, okay, verklein de borden maar weer met 10 blokken. 10 blokken. Oh, dan vraag ik me af of de Teletubbies veilig zitten. Oh, hij is niet veilig. Ik zoek Harris, moet nu rennen. Ja, rennen! Rennen, Harris! Ren! Zoek niet Harris, maar zoek veiligheid. Ja, hij is verkleind. Is hij verkleind? Oh, mijn days, wat is hij klein nu? Oké, verklein de borden maar met 20 blokken. En in de tussentijd, terwijl jij dat doet, ga ik even wat hijsa creëren. Met heel veel vuur. Alles moet eventjes afbranden. Oh, mijn god, volgens mij zat er hier iemand in het midden, toch, of niet? Oh, rennen. Rennen, tandenstoker. Waarom ben je eruit? Oh, je natuurlijk de borden verkleind. Oh, er is iemand dood. Nee! En Dipsy is dood. En tandenstoker wordt vermoord door de Teletubbies. Maar de Teletubbies hebben een heftig verlies geleden, Robin. Nee! Tandenstoker. Oh, kijk dit. Ze bouwen zichzelf in. Er is nu een high ground en een low ground. Zijn ze niet de laatste dan? Nee. Want hierboven, kijk. Dit is de high ground. Het is de high ground versus de low ground. Oké, weet je wat we ze ook geven? Nou? Schoenen, prima. Geef ze maar schoenen. Geef ze ook nog maar wat pijlen. Oh mijn god, het is een fight. Sleepwagen, je hebt een zwaard. Gebruik hem ook. Nee! Oké, het is de Teletubbies. En hopeloos hier. En hierboven hebben we de high ground. Wie zijn dit dan? Hoe noemen we hun hierboven? Hoog. Hoog. Dit is... Hoog. Hoog. Laten we de borden weer met 20 verkleinen. Maar Snoepwinkel gaat voor een aanval. Wat gaat hij doen? Dag Snoepwinkel. Oké, nu is het echt een team hoog tegen team Teletubbies. Ja, inderdaad. Maar weet je wat we ook kunnen doen? Nou? We kunnen die border, die kunnen we langzaam zelf automatisch naar het midden laten gaan. Echt? Is het mogelijk? Ja. Maar heel traag. Oké, jongens, vanaf nu wordt de border telkens wat kleiner. Hij gaat automatisch aan het krimpen. En nu moeten ze gaan oppassen. De mensen hier in Bedrock, die hebben het voordeel dat ze precies in het midden zitten. En die hierboven hebben het voordeel dat ze hoog zitten natuurlijk. Oké, Robin, haal de boog maar uit een inventory. Oh, dit is een gevecht. Een aanval van Cosboy. Het is een aanval op de Teletubbies. Een aanval die niet vergeten zal worden, maar Cosboy is niet geslaagd. Oh, maar het fort staat wel in de fik. Nu moeten ze gaan blussen. Oh, waar kwam Cosboy vandaan? Oh, maar gast, die border is dichtbij. Die border is heel dichtbij. De Teletubbies zijn sterk, maar zijn ze sterk genoeg? Ze krijgen nog één soort blok en dat is magenta. Hoppakee, een stack magenta. Nu ben ik benieuwd of ze gaan aanvallen. Ik heb een idee, Robin. Ik ga een trappetje maken en dan kijken ze zelf maar wat ze doen met het trappetje. Omdat de slimmerik het in de fik willen steken, maken we het pad van Obsidian. Ja, brand dit maar eens af, hè? Oké, ik denk dat het ook tijd is om fall damage maar eens aan te zetten. Ja, laten we dat maar doen. Ik maak een tweede route voor ze. Er komt nog een route. Kijk, ze kunnen beslissen. Eentje kan naar boven of ze kunnen naar beneden. Het is eerlijk voor allebei, weet je. Hier, ik geef ze zelfs meerdere
mogelijk. Oh, aanval! Nee! Tinky Winky is dood! Tinky Winky is dood! Oh mijn god, jongens, val aan! Neem wraak! Tinky Winky is helaas niet langer onder ons. Oh, oh, dat water. Oké, nu ben ik benieuwd wat er gaat gebeuren. En nu ga... Oh, Kifke. Kijk, Kifke ook. Dit is een aanval. Ja, dat gebeurt, het gebeurt. Ja. Oh, het gaat gebeuren. Dit is het. Het eindgevecht. Oh, kijk. Ja, Lala, wat ben je slim. Kifke. Oh mijn god, het is een 1v1. Bo tegen Kifke. Wie gaat er winnen? Oh, dit is de laatste. De laatste twee. Bo tegen Kifke. Po leeft nog. Po leeft nog. Hij zit in het water. Nee. Oh, Po, je moet snel zijn. Po, sneller. Oh, het is klaar. Po. Oh, mijn god. Po slim, ouwe. Hij heeft hem afgesloten. Hij moet heel snel zijn. Nee, dat gaat hij niet redden. Dit gaat hij niet redden. Nee, dit is klaar, denk ik. Ik denk dat Po heeft verloren. Po, sneller, Po. Nee. Je moet hier op een snelle manier zwemmen. Oh. Nee. Helaas, Po. Helaas. Oh, maar deze. Dit redt hij niet meer. Hij moet onder je. Niet boven je, maar onder je. Oh, mijn god. Oh, maar deze. Hij kan zichzelf nog mogelijk redden. Nee, dit gaat te snel. Dit gaat te snel. Hij heeft niks meer. Of wel? Nee, dit is klaar. Hij doet zo zijn best. Hij doet zo zijn best. Nee, de hoop. De hoop. De hoop is aan het opgeven hier. Het is bijna klaar met je. Oh. Het is bijna klaar met je, Po. Nee, dit kan je toch niet? Dat kan toch niet? Oh, mijn god. Nu. Po, snel. Ja! Oh, my days. Hij heeft het. No way. Oh. Hoe heb jij jezelf hier gered, Po? Ik denk dat deze man zit te zweten achter zijn computer. Hij is moe. Geef ze even extra blokken. Ik wil hem die kans nu ook geven. Deed hij dat zelf? Dat deden wij niet. Nee. Waar kwam dat vandaan? Oh, maar hij heeft hem wel afgeleid nu, hoor. Oh mijn god, hij zit eronder. Hij zit eronder. Ja, Kifke. Als je nu slim bent, springt hij erop. Kifke kan het nu pakken. Oh, hij brandt het. Oh, Kiffy, je kan hem nu pakken. Ja, dit gaat gebeuren. Nee. Hij gaat springen. Oh, hij zet zichzelf in de fik. Oh, Jules, ga naar de andere kant. Hij weet niet waar je bent. Als hij gewoon shift inlaat, hij moet al dat vuur weghalen, ja. Het is mogelijk om nu gewoon te pakken. Oh, er is een slag uitgedeeld. Een klap. Er was een klap uitgedeeld. Hij kan, als hij het wil, nu via de bedrock naar boven. Dan moet hij wel wat slopen. Maar er is een route. Er is een route voor beide. Hij kan gewoon naar beneden springen natuurlijk. Maar nu kan Po kan ook omhoog. Want Kifke heeft natuurlijk echt een heel groot voordeel op het moment. Hij hoeft alleen maar te verdedigen. Oké, Robin, ik ga ze nog een keer een beetje helpen. Hier, Kifke. Oké. Hier heb je water. En hier, Po. Kijk, Po, achter je. Neem ook een bucket met water. Kijken wat er nu gebeurt. Misschien dat ze nu een tactiek kunnen bedenken met water en weet ik veel wat. Als ik Kifke was, was ik eraf gesprongen. Dat verwacht. Ja, en dan had je in één keer de fight aan kunnen gaan. En had je al het voordeel met de eerste paar klappen. Daar heb je dan het meeste voordeel. Nee, dat. Oh, kijk. Oeh, hij heeft de route vrijgemaakt bij het bedrock. En hij heeft zijn zwaard vast. Oh. Oeh. Ja, nou moet je gaan. Ja, daar gaat hij. Gaat hij ervoor? Ja, hij gaat. Hij denkt dat hij daar is. De fight is begonnen. Wie gaat er winnen? Kifke of Po? Kom op, jongens. Vecht voor je leven. Vecht zoals je nog nooit hebt gevochten. Kifke is de winnaar. Kifke. Yeah. Laat hem even bellen. Je bent de winnaar. Ja. Je hebt gewonnen. Jij doet al zo vaak mee. En vandaag ben je eindelijk de winnaar. Wat is je naam? Kik is je naam. Ja. Oké, top. Nou, wat vond je van het event? Ja, het was leuker, want de afgelopen tijd waren het meer luck-based events. Dat is niet echt mijn specialiteit, luck. Nu was het weer een rommeltje natuurlijk gewoon. Nou, gefeliciteerd man. Je hebt gewonnen. Kijk even hoe je aanbid wordt door de mensen die het volgehouden hebben om zo lang nog te blijven. Ja, ik wil even de shout-out geven naar Achterdochtig, Casboy06, Mr. Miel en RTDH. Wordt uit de video geknipt. Nee, voor de coaching en voor de hulp met de pers. Kijk, top. Dat vind ik leuk om te horen. Hey, je prijs komt eraan. Ik bel je zo meteen even terug, oké? Vond je deze video nou leuk? Abonneer dan zeker even. Kijk ook deze video. Wauw, mooie video. En dan nu spreek ik later. Glaasje water. Tot 4 flesjes bier. Bye!